Haren zijn goed. Haren zijn goed. Lip is goed. Hoef je in poeder niks meer te hebben. Nou ja, misschien kunt u dat aan uw man vragen. Ja. Ja. Meneer, hoe zie ik eruit? Heeft u gewoon nog wat nodig? Het is helemaal kerst, image is prima. Zo. Nou, u bent een autoriteit als het gaat om de kerstdrama's binnen de familie. Ja. Waarom hebben we zoveel ruzie met kerst? Omdat kerstmis is een feest van verlangen. En verlangen geeft ook altijd verdriet. En iedereen wil dat het mooi is. Kijk, we worden er ook enorm mee geconfronteerd. Het moet fijn zijn. En Carmichelt, Simon Carmichelt, goed om hem weer aan te halen, die sprak over kerstkribbigheid. En die heeft iedereen. Hebben we genoeg in huis? Wie komen er niet? En vooral ook, wie zijn er niet meer? He, want kerstmis, de mensen hangen hun herinneringen op in de bomen. Wat voor tips heeft u voor de gezinnen, voor de families die kerst gaan vieren, om die ruzies nou te voorkomen? Nou ja, dat je niet al die kerstkoeien uit de sloot haalt. Vergeet de doden niet. Degene die er niet meer zijn. Proost erop, drink een glas en zeg, we drinken nu op vader. En verzwijg ze niet, want dat geeft spanning. Misschien is het ook een goede tip als men drinkt, maar dan met mate? Dat zou best kunnen. Daarom loopt het tegen dessert vaak uit de hand. Omdat ze dan iets te veel gedronken hebben. Ga voor die tijd de tuin in. Ga voor die tijd even zeggen, zullen we een lichttochtje maken door Amsterdam? Wat is Amsterdam toch prachtig met kerstmis. Ik hoop werkelijk dat de Amsterdammers een zaal... Ik zeg het op zijn Brabants, een zalig kerstmis hebben.